Pannenkoekenperfectie. Leer de geheimen van luchtige, gouden pannenkoeken. Lieve pannenkoekenliefhebbers, opgelet. Heb jij een passie voor die luchtige, goudbruin gebakken pannenkoeken die rechtstreeks uit je dromen komen? Zo ja, dan ben je hier op de juiste plek. Ik ben jouw culinaire gids en vandaag dompelen we ons volledig onder in de wondere wereld van pannenkoeken bakken. Ik ga je betoveren met een recept dat de harten van jong en oud zal veroveren. Maak je klaar, want we gaan culinaire magie creëren. De essentiële ingrediënten. Laten we beginnen met de basis. Voor ongeveer 4-6 hongerige pannenkoekenfanaten heb je het volgende nodig. 250 gram bloem. 500 milliliter melk. 3 eieren. Snufje zout. Boter om in te bakken. Deze simpele ingrediënten zijn de sleutel tot jouw pannenkoekensucces. Het pannenkoekenbeslag, een culinair kunstwerk. Het geheim van luchtigheid zit hem in het combineren. Pak een diepe kom en mix hierin de bloem met het snufje zout. Tijd voor actie. Maak een kuiltje in het midden van het bloemmengsel en voeg hier de eieren aan toe. Nu begint het echte werk, klop de eieren en de bloem tot een glad geheel. Nu komt de melk bij het feestje. Voeg beetje bij beetje de melk toe aan het beslag en blijf kloppen. Door geleidelijk toe te voegen voorkom je vervelende klontjes. Een glad beslag is een gelukkig beslag. Geduld is een schone zaak. Laat het beslag nu zo'n 30 minuten rusten, dit maakt je pannenkoeken extra luchtig. De pannenkoekensymfonie begint. Zet een koekenpan, liefst anti-aanbak, op middelhoog vuur en laat hem lekker heet worden. Een scheutje boter zorgt voor dat mooie goudbruine kleurtje en heerlijke smaak. Soeplepel, meet je af. Schep wat beslag in de pan en verdeel het gelijkmatig. Je pannenkoek is klaar om te flippen zodra de onderkant goudbruin is en de randjes mooi loslaten. Herhaal deze liefdevolle stappen tot het pannenkoekenbeslag op is en er een prachtige stapel lekkers op je bord ligt. Pannenkoekenfeest, toppings voor iedereen. Het feest is nog lang niet voorbij. Want wat is een pannenkoek zonder heerlijke toppings? Hier zijn een paar suggesties om jouw smaakpapillen te laten dansen. Klassiek en geliefd, stroop, poedersuiker en een klontje echte roomboter. Tropisch paradijs, verse ananas, banaan en een scheut kokosroom. Hartig avontuur, gerookte zalm, roomkaas en een snufje dille. Chocoladehemel, Nutella, aardbeien en een bolletje vanilleijs. De mogelijkheden zijn oneindig. Experimenteer erop los en ontdek jouw favoriete pannenkoekencombinaties. Tips van de pannenkoekenmeester. Weeg je ingrediënten nauwkeurig af voor de perfecte verhoudingen. Een anti-aanbakpan is je beste vriend. Niet te vroeg flippen. Wacht tot die onderkant goudbruin is. Varieer met toppings om iedere pannenkoek een feestje te maken. Enthousiaste thuiskoks, ik hoop dat dit pannenkoekenavontuur je net zoveel plezier heeft gebracht als mij. Ben je op zoek naar meer inspirerende recepten? Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal voor nog veel meer culinaire tips en trucs.